Bij Oorschot Organics worden onder glas voornamelijk tomaat en paprika en af en toe ook komkommer biologisch geteeld. Naturelle zorgt ervoor dat deze producten in het oogstseizoen dagelijks vers in de supermarkt liggen. Om een bijdrage te leveren aan de lokale biodiversiteit is er in samenwerking met het Brabants Landschap een inrichtingsplan gemaakt voor de natuurinrichting van de ruimte om het bedrijf. De natuurinrichting van de ruimte rondom het bedrijf zorgt ervoor dat het biologische glasbedrijf wordt ingebed in een natuurlijke omgeving. Oorschot Organics BV werkt al jaren nauw samen met een biologische geitenboer in de buurt. Deze samenwerking zorgt voor een lokale, gesloten mineralenkringloop. Dit komt doordat het gewasafval van vruchtgroenten wordt gecomposteerd om vervolgens gebruikt te worden als voeding voor een glasklaverweide. Deze weide voorziet in de voeding voor de geiten en deze geiten verzorgen op hun beurt weer voor de mest voor de vruchtgroenten. Op die manier is de kringloop gesloten.